Nou, missie volbracht. Ja, dat kan je wel zeggen, ja. Theoretisch zou het natuurlijk nog kunnen, maar dan moeten we heel raar lopen. Maar ja, daar ben ik heel erg blij om. Volgens mij was je niet tevreden over de eerste helft. Nee, dat klopt. Je maakt natuurlijk bepaalde afspraken van tevoren en alles wat je afspreekt. En dat heb ik ook gezegd tegen de jongens in de rust. Ja, daar kwam helemaal niks van terecht. En dan heb ik het zowel in de situatie als bij balbezit als in balverlies. Ja, en dat liep voor gemeten. Zij waren veel agressiever, waren veel sneller bij de bal. En dan kan je natuurlijk zeggen van, ja, dan sta je niet goed. Want het is natuurlijk makkelijk altijd om te zeggen van, je moet bewegen. Maar daar gaat het in het voetbal niet om. Het gaat erom dat je goed anticipeert op bepaalde situaties. En ja, we kwamen in de eerste helft gewoon overal te laat. Heb je het gezegd of heb je het geschreeuwd? Want je hebt wel heel rigoureus ingegrepen in de rust. Nee, ik ben eigenlijk heel rustig gebleven. En het plan was eigenlijk om twee wissels toe te passen. Alleen Benjamin van den Broek kon ook niet verder. Ja, en dan kan je natuurlijk keuze maken. Nou, ik laat er nog eentje, die laat ik dan even staan. Maar dat heb ik bewust niet gedaan. En dat neemt niet weg de jongens die ik gewisseld heb. Want ik had ze eigenlijk wel alle 10 kunnen wisselen in de eerste helft. En wat is jullie uitdaging nog voor de rest van het seizoen? Nou, zo hoog mogelijk eindigen. En dat zegt natuurlijk iedere trainer. Jullie weten hoe het werkt in deze competitie. Ik hoorde natuurlijk mijn collega vorige week ook zeggen van, ja, je speelt om bij die onderste weg te blijven. Kampioen kan je niet meer worden. Ja, maar dan denk ik met deze jonge groep, als je dan ook weer ziet hoe we twee hele jonge jongens er in de rust inbrengen. Ja, dan moeten die wennen aan dit niveau. En ja, die kan je dan de laatste paar weken misschien wat makkelijker laten spelen. HFC zo goed als veilig. Ben je al bezig met je nieuwe club? Kijk, ik ben natuurlijk wel bezig om gesprekken te voeren, maar de selectie is grotendeels die staat. En er moeten misschien nog één of twee spelers bij komen. Nou ja, en daar hebben we alle tijd nog voor. Succes de laatste week. Dankjewel.